Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Um, voor de trouwe kijkers zien dat ik op een andere plek zit. Dit komt omdat ik recentelijk nieuwe buren heb gekregen en het werken op mijn werkkamer door het geluid van de buren is voor op dit moment gewoon niet haalbaar. Dan word ik te veel gestoord uh, door de omgevingsgeluiden die er momenteel zijn. Dus ik ben even naar beneden verkast. Ik zit in de woonkamer. Uh, we gaan gewoon kijken vandaag naar uh, de energie wat er komen gaat. De Engelenpoordag 22-4-2024. Dan gaan we samen even nakijken wat dat kan betekenen voor jou. Uh, 22 is natuurlijk een meestergetal. Het meestergetal van kracht en prestatie. En kenmerken van deze meestergetal is eigenlijk het stukje evenwicht um, emoties. Intuïtie, het stukje harmonie en vreugde, maar ook zeker het stukje aanpassingsvermogen. Uh, het stukje ambitie van um, ja, eigenlijk het ambitieus dromen van um, uh, realiteit. Nee, hoe kan ik het beter zeggen? Ambitieus dromen, maar dan wel in de realiteit neerproberen te zetten. En dit nummer moedigt jou dan ook aan op dit. Eigenlijk tot bloei te laten komen. Nu zitten we natuurlijk ook in dat voorjaarsperiode. Hè, de blaadjes weer in de bomen, de bloemetjes weer in bloei. En ook jij gaat steeds meer opbloeien. En dat zal jij met optimisme gaan doen. En dat zul je met een bepaalde positieve houding gaan doen. En die verlangens die jij op dit moment hebt, kun je manifesteren met deze energie. En dus ook beter het universum in gaan zenden. Nu hebben we ook nog. Um, wat andere combinaties natuurlijk die uh, met zich meegebracht worden. Uh, zo hebben we ook dat er in, ja, eigenlijk in de Engelenpoorddag um, niet één keer, maar twee keer 22 voorkomt. Omdat als je dan gaat kijken um, naar, 22, of naar 22 en dan 2024 zitten ook twee tweeën in. Plus er zitten twee vieren in. Dat maakt ook weer het Engelengetal 44. Waarbij overvloed en rijkdom gekenmerkt zijn. Um, en dus vooral aan dit uh, van, van dit meestergetal is dat een kenmerk. Uh, maar ook het stukje element van prestatie en balans. Wat eigenlijk ook alweer een beetje terugkomt met 22. En 22, 22 maakt namelijk ook weer uh, een meestergetal. En dan kom je op 8. Um, en 8 Staat er ook weer twee keer in. Want als je 2, 2, 4 pakt en 22 of 2024 maakt ook weer 8. Dus maakt ook weer twee keer een 8. Een meestergetal, 88. En dat staat ook weer voor prestatie, succes en streven naar voren en vooruitgang. Dus de energiepoort van 22 april zorgt voor een ontzettende goede vooruitgang. Wel een aandachtspuntje. Dat je op bepaalde financiële uitgaven dient te controleren, um, vooral om een bepaalde stevige basis neer te gaan zetten. En ook met het oog op de toekomst en welvaart voor je eigen levensdoel na te streven, is het belangrijk om daar een bepaalde stabiliteit in te creëren. Nu is het ook zo dat um, jij veel meer naar je toe kan halen als dat je in het aardse bestaan tot nu toe hebt ontvangen. En dat is het stukje energetisch veld, wat veel ruimer is en groter is als er jouw mindset is. De fysieke wereld is natuurlijk het stukje tastbaarheid in het aardse bestaan. Maar nu heb ik het echt op het universele energetisch veld. Waarbij je financiële welvaart in welke vorm dan ook naar je toe zou kunnen gaan halen. Maar hou daar wel rekening mee dat bepaalde conditioneringen of gedachtepatronen. Uh, waarbij je negatief iets weergeeft van ik, ik kan het niet, ik ben het niet waard, hoe dan? Uh, dat zal dan ook weer als tegendraad gaan werken, dat dat minder goed naar je toe komt. Maar genoeg gekletst, we gaan gewoon lekker beginnen, want ik zie op de klok dat het al iets van vier minuten is of zo. We gaan gewoon beginnen. Ik moet even wennen aan de stand van de camera. Ik weet niet of jullie dat er te veel last van hebben. Ik hoop het niet. Ik heb zo goed mogelijk de camera boven me proberen te zetten. Maar op mijn eigen tafel krijg ik dit minder goed vastgeklemd als op mijn bureau. We krijgen kaart 44, expansie. En we krijgen zielsboom. Nou, zielsboom heeft natuurlijk hele mooie prachtige wortels om verder te gunnen. Groeien, je mag het meer buiten jezelf gaan zoeken, je mag het verder projecteren naar een hoger niveau. Vooral omdat we hier toch de kleuren zien van de bovenste chakras, maar ook toch wel van de solaplex. Um, Excuus, er komt een ambulance langs, um, maar we gaan gewoon even verder. Ik hoop dat jullie dit niet horen op camera. Ik, um... Ik zal anders iets met het geluid proberen te doen in het edit programma voordat ik hem kan gaan uploaden. Zodat de achtergrond iets gedempt zal gaan worden. Ik heb mijn microfoon overigens ook wat anders staan. Dus ik hoop dat het geluid wel gewoon optimaal is voor jullie. Maar we zien hier ook. De Ster, we hebben natuurlijk onze zielster. Daar kun je mee connecten, vooral omdat we hier ook echt die expansie zien: hè? het grotere geheel meer naar je toe halen. Het financiële stukje, het, het stukje zielspad: hè? inzichten van wat mag ik gaan doen, uh, hoe kan ik dit verwezenlijken. Al die inzichten zullen de komende periode naar je toe gaan komen. Eens even kijken of dit het zo nog in beeld is. Als het goed is, wel. Ik pak er nog wat tea leaves bij. We hebben 'Dog Far Away', 'A distant friend is thinking of you'. En als er iemand aan jou denkt die, waar je energetisch mee verbonden bent, kan dat soms zijn dat jij op dat moment ergens van gaat dromen of van die persoon gaat dromen, of dat je misschien in één keer aan die persoon ook denkt dat is de connectie die door dit energetisch veld dan heen gaat, waarbij jij het gevoel hebt of je krijgt in één keer een belletje of een mailtje of een appje. Dus er kan weer een, ja, iemand uit het verleden terugkomen. En lieve mensen, denk dan niet gelijk aan een liefdespartner die weer terug gaat komen. Nee, dit kan ook zijn dat het op platonisch niveau is. Een oude vriend, een oude schoolkennis, een buurtkindje van vroeger voordat je ging verhuizen. Het maakt niet uit, heel veel is mogelijk. En we hebben de parrot: Someone will gossip about all your secrets. Nu kan het dus te maken hebben dat iemand aan jou denkt en daarover roddelt. Maar het voelt voor mij niet dat het over geheimen zijn die jou kunnen schaden. Maar meer over geheimhouding van de andere persoon. Dat deze persoon misschien toen de tijd gevoelens voor je had. Of het fijn vond met jou. Of um, ja, misschien verdriet had om een bepaalde uitspraak, of wat dan ook. En die persoon gaat daar nu dus over communiceren. Dus het kan zijn dat iemand misschien een excuus aan gaat bieden. Of um, verduidelijking of verheldering gaat vragen over waarom iets toen zo voelde of ervaren werd. Nu is dit een persoon die langer geleden in jouw energieveld is geweest. Um, dus dan kun je denken aan iemand van ja, misschien in de jeugdjaren. Hè, waarbij je toen geconnect hebt. Je bent beide... Je pad verder gaan bewandelen. Je bent beide nieuwe stappen gaan zetten. Uh, Sommigen hebben het dal gezien. Sommigen zijn er al uit aan het krabbelen. Sommigen zijn er al uit. Maar dat heeft allemaal met die ontwakening te maken. En als iemand weer aan jou denkt, kan het ook zijn dat iemand bijvoorbeeld zoiets heeft van: ja, ik vond jou altijd heel krachtig. En ik keek tegen jou op. Want jij maakte stappen die ik zelf nooit durfde te zetten. En of het kan juist omgekeerd zijn, want ik krijg hier ook clouds, temporary problems. Dus dat het even als probleem kan zijn dat iemand als stoorzender weer in jouw energetisch veld komt. Nu hoeft dit totaal voor jou geen probleem te zijn, want het kan ook zijn dat dit gewoon alleen even vertraging op de lijn is. We hebben natuurlijk ook nog steeds Mercurius retrograde lopen, nog ongeveer een klein weekje. Um, als jullie deze video zien. Uh, is het een paar dagen eerder als de Engelenpoordag. Dus dan is het misschien iets meer dan een week. Maar die energieveld is niet in één keer pertinent met uh, eind van april... dat als Mercurius weer retro, of vanuit de retrograde stand naar de vooruitgaande uh, stand gaat... dan is er ook even weer een moment van stilstand... en voordat hij dus weer vooruit gaat lopen. En ook dat, die energie kan even nog wat emoties of... Um, ja, energie mee, meebrengen, waarbij. Ik kom niet eens uit mijn woorden, waarbij bepaalde communicatiemogelijkheden um, anders zullen opgevat worden als dat je misschien voorheen zou doen. En dat kan ook zijn omdat je het misschien als bepaalde verdedigingsmechanismen ziet. Of dat jij iemand spreekt van oh, ik heb pas die en die gesproken. En dat is die vriend die dus verder weg woonde, of een kennis. Um, en deze persoon brengt de informatie een beetje op een roddelende manier. Terwijl, als jij direct aan de persoon zelf gaat vragen, dan zul je merken: van, Oh, daar klopt eigenlijk iets helemaal niet van. En er is ergens een stap overgeslagen of veranderd in het gesprek. En dat is wat er vaak gebeurt hè, met mensen die um, iets vertellen aan een ander. Die Projecteren zelf weer een zinnetje erbij of interpreteren het weer anders. Brengen dit ook weer op een andere manier over op de persoon waarna na jij het uiteindelijk weer naartoe overbrengt. In dit geval ben jij dat waarschijnlijk. En dan zul je merken van oké, okay, dit is even een hoe ga ik hiermee om. Uh, maar als je de helderheid weer terug hebt, dan merk je dus ook van oké, okay, er zijn meer um, ja, mogelijke Mogelijkheden qua hoe het gegaan is of hoe het verteld is. Stap dan gewoon zelf op die persoon af of neem contact op als deze persoon niet met jou in contact is gekomen, maar via en tussenweg. Uh, ik voel heel veel onrust, echt onrust. Uh, dat zal niet voor iedereen zijn. Sommigen zitten in een hermit-positie, waarbij je dus ook wat kwetsbaarder bent, omdat je bepaalde pijnstukken aan aan het kijken bent. En op dat moment, als dan iemand gaat roddelen in jouw perspectief, of het wordt overgebracht, waardoor je het opvat als roddelen, dan kan dit best wel heftig binnenkomen. Nu zijn de energiestromen van de um, 22-4-poort heel mooi. Dus als jij daarop meeshift, kun je dat. Diepe pijnstukken ook loslaten. Het is belangrijk. Dat het stukje hermit-positie, waar je dus lang misschien wel in hebt gezeten, nu ontkoppeld gaat worden. En dat je bepaalde angsten los gaat laten om voor vooruitgang weer te gaan krijgen. Want het is de tijd om je ware potentieel ook in de buitenwereld neer te gaan zetten. Je bent in een bepaalde ontwakeningsmoment gestapt. Daarin heb jij intuïtief wat dingen ondervonden. Je hebt dingen geleerd. Je hebt pijnstukken aangekeken. En misschien ben je nog met pijnstukken aankijken bezig. Maar het is ook spannend om dit dan in de werkelijkheid, in het aardse bestaan, ook weer toe te gaan passen. Die tips en tricks wat je van jezelf en je onderbewustzijn hebt geleerd, hè? vanuit de hogere bron, misschien vanuit andere oogpunten, vanuit vriendinnen die bepaalde stappen hebben gezet, of misschien door het luisteren van de video's hier op YouTube, dat je bepaalde handvatten hebt gekregen waardoor je zoiets hebt van oké okay, nu weet ik waar ik aan toe ben zo kan ik het aanpakken en uh, zo kan ik het ook doen maar vind je het nog lastig het om het in de buitenwereld toe te gaan passen je bent niet zo kwetsbaar meer als hoe jij vroeger was en die kwetsbaarheid is omgezet in kracht en die kracht die jij hebt mag je dus verder gaan vergroten je mag meer in jezelf gaan geloven je stukje zelfbeeld en zelfvertrouwen mag je gaan vergroten. En vooral het in jezelf gaan voelen dat je al heel veel hebt bereikt. Um, nu is het zo dat er eerder een verbinding is geweest met een persoon die niet helemaal eerlijk naar jou is geweest. Die list en bedrog toe heeft gepast. Daar kunnen nou ook boodschappen over door gaan komen. En dat kan dat stukje roddeleffect zijn. Dat er ook mensen zijn die een bepaalde projectie naar jou doen. Um, maar luister vooral naar je innerlijke stem. Want je bent nu bezig met karma uit te zuiveren. We zitten natuurlijk in een gigashift, ook met de eclipse natuurlijk. Um, met die 8 uh, april, uh, de nieuwe maanenergie, met de zonsverduistering. Er is zo ontzettend veel aan de hand. En het is nu aan jou, hoe kan ik hier mijn eigen staande in houden? Welke karmische lessen zitten eraan verbonden? Hoe kan ik dit omgaan buigen dat ik met bepaalde eventueel ook zelfsaboterende saboterende energie... Hè, um, een andere projectie neer kan zetten... in de positieve zin. En dan kun je dus heel mooi... die engelenpoortenergie ervoor gebruiken. Dan kun je dus... hier staan de mensen ook echt met die handen omhoog... Hè, met een overwinning van... oké, okay, kom maar op. Wij kunnen het aan. Ik kan het creëren. Jij staat er niet alleen voor. Al voel jij in het aardse bestaan... heb je het idee dat je het misschien alleen moet doen... Je bent niet alleen. Je hebt gidsen, je hebt engelen om je heen. Alleen deze zijn voor heel veel mensen niet tastbaar of zichtbaar. Mensen die natuurlijk het stukje helderziendheid hebben, kunnen daar misschien wel meer zicht op hebben. Maar wellicht ben je helder horend en kun je het wel doorkrijgen. Krijg je boodschappen door? Maar vind je het nog spannend om erop te vertrouwen? Er gaat steeds meer op jouw gevoelsniveau vertrouwd worden en dat zien we hier vooral met de hierofant. We zien duidelijk um, dat deze krachtige energie, het vertrouwen in het grotere geheel, in jouzelf, in de totaliteit, dat je het waard bent, dat, dat je mag ontvangen, daar ga je dus nu zicht op krijgen. Dus als je dan gaat zien waar je uitkomt, je hebt veel levenslessen en inzichten gekregen... Je komt uit een positie of je mag nu uit die positie. Dan kan er dus even weer een lesje op je pad komen door mensen die weer iets naar jou projecteren. Hoe ga je er dan mee om? Ik stap daaruit en ik kies ervoor om er doorheen te gaan. En dan vooral niet er omheen te lopen, maar rechter doorheen om ook echt die energie aan te kijken. Want je hebt in het vertrouwen dat uiteindelijk eind van die red het ook. Omgebogen is en getransmitteerd is naar het licht, dat die zwaartekracht niet meer bij jou hoort en dat je dit los kunt koppelen. Dus er gaat heel veel gebeuren. Maar voordat dat gaat gebeuren, moet jij wel openstaan om jouw hartchakra ook aan te gaan kijken. Want alles zit nog vast en alles zit nog gekoppeld als je er niks mee doet. En nu weet ik gewoon dat er heel veel mensen die kijken er echt wel al intens mee bezig zijn geweest. Maar af en toe ook even zoiets hebben van: Oh, houd het nou niet meer op. Je zit in een rollercoaster en die rollercoaster die stopt echt wel een keer om even weer op adem te komen. Maar tot die tijd ben jij um, ja, eigenlijk aangewezen op jezelf en op je gidsen en engelen om jou heen. En tot die tijd kun jij dus eigenlijk twee dingen doen. Of je blijft zitten en je steekt je kop in het zand en je vindt het wel allemaal prima. Of je gaat door die pijnstuk heen en je zult merken: ik ga vooruit, ik ga het allemaal uh, nelen en ik, ik krijg het ook in een ander jasje weer terug. En dat andere jasje is dus hier ook um, die shift wat je door kunt gaan maken. Nieuwe stabiliteit neerzetten voor jezelf. Een krachtigere. Ziels. Um, ik, ik voel het meer als een zielsvoetstap die jij neer mag zetten. Jij mag jouw voetstap achterlaten in wat je al hebt bereikt. Je mag trots zijn op wat je al hebt bereikt. Hetzelfde als dat je in, was er in um, L.A. of zo, die Walk of uh, Fame met al die handafdrukken. Nou ja, jouw voetafdruk die is net zo belangrijk. En jouw voetafdruk heeft af en toe wat conflictsituaties situaties um, meegemaakt. Maar van de andere kant. Jouw tenen hebben wel altijd de juiste richting uitgewezen. Want ze hebben jou wel gebracht tot waar jij nu bent. En dat zorgt er dus ook voor dat jij nieuwe inzichten kunt krijgen. Maar ook door de fouten die je maakt, krijg je nieuwe inzichten. Wees niet boos op jezelf als je een fout maakt. Want iedereen maakt fouten. En van die fouten, daar leren we juist het meeste mee. Omdat het in het aardse bestaan juist dan geïntegreerd wordt. Ook op DNA-niveau, celniveau, in jouw eigen aardse jasje. Want als we dan gaan kijken, we krijgen hier de koningin van Munten. We krijgen hier de negen van Munten. Dat voelt voor mij eigenlijk als de stap voor de keizerin. De stap voor die totaliteit, die overvloed. Stukje macht over je eigen leven, stukje macht over je emoties, um, angst waar je controle over hebt. En dan zul je ook merken dat jij zo ontzettend hard hebt uh, gewerkt, maar ook bent gegroeid waar jij zo trots op mag zijn. En dan weet ik gewoon uit eigen ervaring, <coughs> oh mijn stem die slaat er gewoon van over, um, dat het soms lastig is om op een nieuw pad te stappen. Omdat het lastig is om weer een nieuwe vertrouwen te krijgen in dat nieuwe pad. Maar we hebben hier niet voor niets de hoge priester liggen. Je hebt de kracht, je hebt de, de ondersteuning. En je bent dadelijk op een punt, ga je komen, dat jij um, bepaalde karmische... Transformatie hebt doorlopen, een bepaalde afsluiting kunt creëren op een van die lessen die jij op je pad hebt gekregen en nog gaat krijgen. Dat is af en toe in conflict met jouw innerlijke zijn hè? Met jou, uh, en met jouw denken. Daar is een conflict situatie. Maar daar sta jij dan weer boven, daar blijf je ook stabiel in staan. Um, financiële stabiliteit, maar ook spirituele stabiliteit voel ik heel erg bij jullie. En dat is niet altijd makkelijk geweest. Maar dit zorgt er ook voor dat jij opnieuw de ruimte gaat krijgen om nieuwe kennis op te gaan doen, nieuwe stappen te gaan zetten. Nieuwe richting in gaan. Voor sommigen kan dat betekenen dat je nieuwe richting op zakelijk vlak gaat zetten. Of uh, dat je een nieuwe job, of dat je voor jezelf gaat starten. Of dat je eindelijk nu die opleiding gaat doen waar jij echt gelukkig van wordt. Wat jou emotioneel ook verwarmt. En dat gaat allemaal komen, maar dat kan alleen als je bepaalde angsten loslaat. Um, en ook echt uit je hermetpositie positie gaat komen. Kijk eens. Dan krijg je de vier van staven erbij. Oh, nou, de kaarten vliegen eruit. Moeten ze op kop? Nee, oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wat ik al zei, het stukje spirituele groei, maar ook het stukje stabiliteit op materieel en financieel vlak gaat komen. Uh, dit kan voor sommigen zijn dat jij dus ook weer meer gaat genieten van het leven. Dat je meer tijd voor jezelf gaat nemen. Dat je ook meer sociaal weer open gaat staan om met vriendinnen of vrienden. Um, Erop uit te gaan. Nu is het natuurlijk ook het seizoen om uh, weer naar het terras te kunnen gaan. Al is het op het moment dat ik deze video opneem, iets minder weer. Maar we hebben vorig weekend natuurlijk uh, best wel mooie dagen gehad. Afgelopen weekend moet ik eigenlijk zeggen. Um Ga er weer op uit. Blijf hier niet in zitten. Dit is waar ik echt op dient te hameren. Wat ze ook elke keer zeggen, uit je hummepositie. Wel uit je hummepositie. Ga weer levelen met andere mensen. Ga weer in contact komen. Ga weer voelen met welke mensen jij um, op pad zou willen. Waarmee jij misschien uh, lekker naar, uh, naar een, een leuk festival wil gaan. Of naar een musea uh, uit eten. Alles. En ook dat hoort bij jouw zelfontwikkeling. Ook dat hoort bij jouw groei. Maar je, blend, je bent er onbewust toch aan aan het werken. Ondanks als je weer leuke activiteiten gaat ondernemen. Dus het is niet zo van oh, ik ga nu uh, de, de focus buiten mezelf meer leggen. Ik ga erop uit. Ik ga weer mijn energie delen met andere mensen. Uh, ik geniet er ook van. Maar sta ik dan niet stil? Um, werk ik dan nog wel aan mezelf? Ja, lieve ziel. Ook in actie, interactie met anderen maak jij nieuwe stappen, zet jij um, vooruitgang in. En dat kun je al zien in als iemand misschien iets vraagt wat je niet leuk vindt. En je hebt zoiets van: ik heb er eigenlijk geen zin in. En je zegt nee, in plaats van vroeger altijd ja. Dat zijn allemaal kleine stukjes waar je dan in de praktijk uit kunt gaan voeren. En het hoeven geen grote elementen te zijn. Hè? Het kan stap voor stap gebeuren, maar dat stap voor stap moment, dat is juist nou waar jij in gaat groeien. En dat is juist waar jij verder in vooruitgang kunt gaan neerzetten. Het is wel zo dat die tegenslag of het, even weer een wisselwerking in het energetisch veld dat je ziet van pff, hoe lang nog. Ja, blijven altijd leren. Maar hoe meer jij verlicht wordt. waarbij jij meer karma uitzuivert. zorgt het er ook voor dat je engelen en je gidsen. waar ik het pas ook al een keer over had. zorgen dan voor dat laag trillingsenergie. jou niet meer zo snel zal bereiken. of dit in ieder geval veiliger afgeschermd wordt. waardoor jij er minder last van hebt. En dit is dus een proces van ontwikkeling en groei. Die jij nu gaat creëren. Maar we pakken nog eens een kleine korte verhaallijn erbij. En dan gaan we zo de reading weer afsluiten. Voor deze engelenpoortenergie. energie. Oh, die er nog bij. Oh, kijk eens. Oh, dit is eigenlijk heel mooi. Ik pak er nog eentje bij, ik wil er 5. Oké, okay. we krijgen een paasje en een ridder erbij. Onder kan dek krijgen we de lovers. Dus vanuit liefde voor jezelf ga jij nu een pad creëren. Wat dicht bij jouzelf ligt. Waarbij jij ook merkt van oké, okay, als ik deze richting in ga, dan heb ik heel veel kennis met me meegenomen. Maar ik hou er niet meer aan vast. Ik kan dit loslaten. Dus bepaalde zwaarten in jouw energie kun jij loslaten. Waardoor jij ook weer ruimte krijgt om te vergroten. Om eigenlijk. Uit jouw schulp te treden. En dit is dan spannend en dat kan eng zijn, maar je bent er wel van bewust dat dit jouw pad is waar jij nu op mag lopen. Maar dit kan af en toe ook wat weerstand gaan bieden, waar ik het zojuist ook al over had. Nu is het de communicatie vanuit jouw innerlijke stem met jouw hogere zelf of, of, of met jouw aardse stukje, dat je het ook in de, in de fysieke wereld um, herkent. Want de ene die, die noemt het onderbuikgevoel, de andere hogere zelf, uh, innerlijke stem. Iedereen heeft er een andere naam voor natuurlijk. Alle boodschappen die je daarin door gaat uh, krijgen, um, is lastig soms in het begin als je daar nog geen weet van hebt hoe je dit kunt vormgeven. Dus voor sommigen kan het zijn dat je het gevoel hebt van ja, dat denk ik. Ik denk dit zelf, ik, ik, ik haal dit zelf in mijn hoofd. En ik weet als geen ander van vroeger uit hoe lastig dat is om daar onderscheid in te gaan krijgen. Maar jouw onderbuikgevoel en jouw voelsprieten die hebben wel zo'n sterke vooruitgang geboekt dat jij daar steeds sterker in gaat komen. En dat als iets niet voor jou bestemd is, ik hoop trouwens dat jullie het op beeld goed kunnen zien, als het niet voor jou bestemd is, dan hoef jij die vooruitgang op dat stukje niet voor te zetten. Maar je kunt gewoon je eigen pas creëren. Jouw voeten kunnen de richting bepalen waar jij in wil lopen. Dat hoeft een ander niet voor jou te doen. Heb je een obstakel op de weg die gerelateerd is aan een ander waar jij niks mee van doen hebt, wend je eigen af en ga de andere kant op. En zo zul je af en toe nog wel eens wat obstakels op de weg hebben waar je weer even overheen mag, of doorheen mag, of om mag lopen als het niet voor jou bestemd is om op te lossen. Want door jouw hooggevoeligheid of intuïtiviteit die aan het groeien is, is het ook zo dat mensen die dus in een staat van, ja hoe kan ik het normaal um, zeggen waar ik mensen niet voor het hoofd mee sla. Um, daar zijn mensen die bepaalde karmische stukken zelf niet aan willen kijken, maar mee willen shiften op jouw energie. Zodat hun eigenlijk makkelijk ergens vanaf komen en jij al het werk aan het doen bent. En dat is waar hier dat de, de paard ook de, de, het hoofd voor wendt. Dat hoeft dus niet. Je mag je eigen zores op gaan lossen. En het karmische stuk wat voor jou bedoeld is om op te lossen. Maar je hoeft het niet voor alles en iedereen om jou heen te doen. Dus dat is een belangrijk stukje waar je wel in je gedachten mag houden. Um, vooral blijven voelen waar uh, trek mijn energie van leeg en waar niet. Hoe kan ik dit vormgeven en hoe kan ik het neerzetten? Um, maar hier ga je zicht op krijgen. Ook in dat nieuwe stuk wat we hier zien met de pagina, ga je in een snelle situatie weer komen. waarbij je weer in, in een staat van uh, meesterschap gaat staan. Niet de student, maar dat je alweer de docent zeg maar, bent. Dat je alweer zoveel geleerd hebt. Het gaat nu heel, heel snel. Dus de komende periode kan die uh, sneltrein of die achtbaan ook echt wel actief zijn. Goed je beide voetjes op de grond houden en goed gronden. Niet alleen in je bovenste chakra zitten. Want dan zul je merken dat, ja, dat het niet helemaal fijn gaat, maatje. Um, vanuit liefde voor jezelf goed luisteren naar je lichaam. En als je dat blijft doen, dan zul je mooie energiestromingen vooruit kunnen pakken met deze engelenpoortenergie. Lieve mensen, voor nu was dit de reading voor vandaag. Ik hoop ondanks de plek waar ik nu zit dat je de video goed hebt kunnen bekijken en het geluid ook prima is. Ik ga het zo meteen even terugluisteren. Um, mocht je dit een reading vinden, van, dat je zoiets hebt van oké, okay, dit sluit bij mij aan. Dit is mijn reading. Leuk als je dan een berichtje achterlaat. Uh, ik ben altijd heel nieuwsgierig hoe jullie erin staan. Ik ben ook altijd heel dankbaar voor al jullie mooie lieve reacties. Ik probeer altijd een, sowieso een smiley poppetje erbij te zetten. En een enkele, uh, enkele keer zal ik ook wat onderzetten als ik voel dat ik het mag doen. Maar dat is niet bij iedereen nodig. Uh, want het mag er ook gewoon zijn voor wat het is. Maar ik ben jullie daar wel ontzettend dankbaar voor. En uh, ik wens jullie een mooie Engelenpoort. Dag toe en tot de volgende video. Doei doei!